Ik hoop dat hij het doet. Dit is PSS Echo. Jazeker, John. Goedenavond. Ja, ik denk dat als Peter mij niet gebeld had, dat ik de ronde gewoon vergeten was. Maar ik ben ook na 7:15 of zo in slaap gevallen. Dus ik ben net wakker en nog niet helemaal bij de pinken. ja, heeft iemand de ronde overgenomen? Of, nou, ik denk het niet, hè? Anders had Peter niet gebeld. Maar nou ja, Peter, in ieder geval bedankt. En ik ga eens even voor mijn computer zitten, als ik mijn bril kan vinden. Van PSS Echo. John, we hebben allemaal even een beetje wacht. Van wat nou dat hier volgens mij weer? De oude getrouwen waren aanwezig en vroegen zich af waar je bleef. Maar je bent er inmiddels. Dus tot nu toe is alles nog goed gekomen. Ik ga lekker luisteren, mocht je wat te melden hebben. En zo niet, dan draai ik ook gezellig af. Dus succes en je moet nog een dagje ouder natuurlijk, hè, dat je in slaap valt. Oké, doei! Ah, nou, ik heb van alles met slaapproblematiek, dus ik... ik val op de gekste momenten in slaap. Maar gelukkig niet zo vaak, maar vooral val ik vaak niet in slaap. Dat is wel een beetje het probleem. Eens even kijken hoor, wat er op het chatkanaal... nee, geen troonreden. En inderdaad, ik was in slaap gevallen. Nou, ik ga eens even een spreadsheet openen. Mijn stem wil ook nog niet erg. En ik loop last met een onwillige kat. Man, dat beest is ziek geweest. Ik weet niet of ze er helemaal beter is, maar... Die kat die doet dat nooit, maar die is aan de lopende band winden aan het laten en die stinken verschrikkelijk. Nou, verschrikkelijk, maar het is niet fijn. Ik dacht, heb ik wat onder mijn schoen zitten of zo. Maar ze is nu heel dwars en staat aan de andere kant van de deur te bonken en te doen. Nou ja, eerst maar even een spreadsheet openen. PSS Echo voor de DISA-ronde. Toen bleef het dus stil. Nou, microfoon en Frans. Zoveel kan ik nog wel zeggen. Ik zal meteen de leiding nemen. Het laatste wat ik gezien heb voor 7:15, dat was dat ik een Duitse krimi aan het kijken was. Ja. Die had ik opgenomen. En daar herinner ik me van dat ik het slot niet gezien heb. Dus ik ben voor het slot in slaap gevallen. Nou, ik heb een spreadsheet, dus Fox Mike Juliet de microfoon en daar ga ik, en DX heb ik gehoord en PVO zal er ook zijn. Dan maak ik even een inventarisatie. Ja, ik heb gedonder gehad met die firma van die 3D printers, maar daar vertel ik nog wel over. PD4 Fox Mike Juliet, Papa Alpha 6 Echo. Ja, ik kan je vermelden, de main fight die waar ik weer perfect. Ja. De namen die worden verschenen ook allemaal keurig weer netjes in de DISA player. Zowel als op de app als op de site. Dus dat werkt nu helemaal goed. Hè. Dus daar kun je heel makkelijk ook de namen zien die nu aanwezig zijn. En klik je daarop, dan kun je ook nog via QAZ.com kun je dan zien. Of je klikt op de satelliet, dan kun je dat ook nog zien. Dus dat werkt nu weer allemaal perfect, John. Ja, ik zit zelf een beetje nog met mijn 3D-scanner te stoeien. Ik heb ontdekt dat hij een PLA-file-extensie geeft. Maar ik moet hem eigenlijk naar SST hebben. En ik ben nog even aan het uitzoeken hoe ik dat het beste kan doen, John. Dus dat zijn mijn bevindingen vandaag. Ga je gang. Het programma GIMP, G-I-M-P, dat kan heel veel van die standaarden lezen. Dus kan ze niet allemaal schrijven, maar wel lezen. Dus misschien is dat wat. Ik heb ook een camera waar RAW-formaat uitkomt, RAW,
van Canon. En al die merken hebben dan een bijzonder eigen RAW formaat. Dat is dus wat direct van de sensor, van de camera afkomt. Maar het programma kan ook dat lezen en ook 3D-files. Dus er is een grote kans van dat dat werkt. En anders ben ik even de naam daarvan vergeten, maar er is zo'n heel groot pakket dat, van wat meneer in Eindhoven gemaakt heeft. Dat kan het zeker lezen, maar daar ben ik even de naam van kwijt. Ik zal wel opzoeken. Goed, ik had genoteerd PR4DX, die is vast wel voor meeluisteren. PVO heb ik ook al opgeschreven. Zijn er nog meer inmelders voor de verlaten die is daar ronde van PSS Echo? PID1 APB. Hey, dag Peter, dat is lang geleden. Ik dacht laatst, van waar ben je gebleven? Ik hoorde dat je nog wel bestond, want je werd al op andere frequenties gesignaleerd. Goedenavond en welkom. Zijn er nog meer inmelders? PA6 Echo. Ja, goedenavond van Papa Delta 4, Julie Delta. Jeroen uit Brunsum. Ik heb geen traffic, maar ik luister gezellig mee. Ja, Jeroen, goede avond ook. PD4 Julia Delta ook opgeschreven. Nou, ik hou nog even een pauze. Wie weet komen er nog meer binnenvallen. PSS Echo. Papa Alfa, Lied is aan mijn Kenki. Luister ook mee. P3D en mij ook goede avond. En luistert mee, dus ik ben ook bang dat jij de microfoon niet wilt, hè? zijn er nog meer inmelders? PSS Echo voor de lista ronde. Nou, eenmaal andermaal. Ja, het verhaal van die 3D-printer, dat is heel kort. Ik zou twee matjes krijgen, dat hadden ze me beloofd. En er kwam er één. En toen heb ik dus gemaild. En in plaats van de persoon die ik normaal op dat mailadres krijg, was er iemand anders. En die zei van, ja, nee, maar je krijgt er gewoon maar eentje, hoor. Want je kunt ze ook bij AliExpress kopen. Ik zei, nou, hoe wordt het? Ik heb nergens... Ik was helemaal beledigd. Dus ik heb een gepeperde mail met de honden geen broodverlust gestuurd. Wel heel nette bewoordingen. Zo van, ik heb helemaal van jullie niet gehoord dat er een uitsluiting was op de wettelijk verplichte garantie die jullie op dat soort dingen horen te geven. Maar daar gaat het niet om. Ik bedoel, ik heb geholpen allerlei fouten uit het apparaat te halen. Ik reken daar normaal 120 euro per uur voor dat soort werk. Ik wil ook wel een factuur schrijven. Als jullie lullig gaan doen over één zo'n rubbermatje, dan weet ik er nog wel eentje. En nou, toen kreeg ik uitgebreide excuses terug. En toen heb ik gezegd van, nou ja, wat, ja nee, ze hadden die dingen niet en dat was de reden. Ik zei, ja, nou, vorige week had ik netjes gemaild, kunnen jullie ze leveren? En toen kreeg ik vervolgens de toezegging dat ik het weer gratis zou krijgen. Als er nou vorige week gezegd was van, nou, je kunt voor 2 tientjes per stuk zo'n ding krijgen, dan had ik gewoon ja gezegd. Maar als jullie ze gratis toezeggen en je gaat er vervelend lopen doen en roepen van, nou, je kan ze op AliExpress wel kopen, ja, nou, dan... Dan weet ik er nog wel eentje, hè? Zijn jullie zo'n bedrijf? Ik heb excuses gehad en ze zouden proberen er nog één te vinden, maar ik heb die nog niet in de brievenbus aangetroffen. Maar voorlopig denk ik van nou, ik denk dat me even niet iemand aanraadt nog om de printer daar te kopen. Hij is ook nog op andere adressen te krijgen. Goed, ik kijk even of PD3 PVO er is. Ja, want die had mij gebeld. Die moet haast wel meeluisteren. Peter, ben je er? PD3 PVO van Papa Alpha 6 Echo voor de Dista-ronde. PD3 in de ronde, PD3 PVO. Ja, ik kan nou niet zeggen dat ik geen traffic heb, hè? Ja, nee, ik lig ondertussen al in mijn bed. Erg moe af en toe. Nog steeds nasleep van. Dus ik kan behoorlijk slapen, John, hè? Ja, dus vandaar dat ik ook thuis loop, want het is niet verantwoord om nu op die stadbus te rijden in Utrecht. Dus vandaar ik ook gewoon even thuis ben. Ik ga het zaterdag weer proberen, eens even kijken hoe dat gaat. Dus maar ik denk dat het wel weer goed is om te doen, hè? Ja.
Ja, deze ik vind het nog steeds heel erg leuk. Ik zit veel op 30C en 1C. Ik ben van de week even op 18C gezeten. En ja, zo zit ik op meer reflectoren. Of ja, reflectoren. En ik moet zeggen, ik vind deze gewoon echt heel leuk. Ook een hele mooie mode. Werkt ook heel mooi. En ja, zeker met de ID52. Hè, dat is echt een wereldding. Dus ja. Goed, nou, voor de rest luister ik even mee, John. PA6E met de groep PD3 of de ronde PD3 PVO over. Ja, Rossi, ik denk dat jij donderdag ook bezoek krijgt, of niet? Ik heb hier ook spullen voor hem liggen, dus... maar ja, je weet vast wat ik bedoel, ID52. Maar ja, 14C was vroeger, ik weet niet of dat nog zo is, 14C was vroeger ook het een en ander op te doen. Adam Curry die zat daar een jaar of vijf geleden regelmatig. Ref 14C. Maar daar zal hij vast niet meer zitten. Hij is nog wel met Dista bezig, volgens mij. Maar tenminste, dat is het laatste wat ik gehoord had. Ja. Microfoon naar de andere, Peter. Leuk dat je er bent. PD1 HPB. De Dista-ronde van PSS Echo. Ja, oké, okay, John. Ja, ik wil ook jou weer te horen. Ja, ik ben er even een tijdje tussenuit geweest. Tenminste, op Dista-ronde. En ook op C4FM. Ja, alle spotjes die hadden een beetje kuren, dus ik heb ze een tijdje niet meer omgehad, maar ik heb ze in de vakantie. Ik had 3 weken vakantie, de afgelopen 3 weken. Heb ik zo hier en daar weer het een en het ander weer eens een beetje opgelapt. Ja, en het werk weer, hè. Dus ja, het was even buiten werking, John, om het zo maar te zeggen, over. Ja, ja, ik heb hier 2 hotspots die operationeel zijn. Ik heb ook nog eentje in een doos liggen en nog eentje. Maar ja, die 2 die werken ook niet. Dus als mijn repeater een keer uitvalt, ik had eigenlijk als reserve die dingen. Maar ik moet er nog eens naar kijken, want het is wel lullig dat ik geen reserve heb. Maar ze doen het geen van beide. En ik heb ze werkend opgeborgen. Dus ik was de laatste keer proberen en ja, vervelend. En er is zoveel van die techniek wat een stuk gaan is. Ik had vandaag een voeding van een computer die kapot ging. Mijn router deed gisteren vreemd. Of ja, dat was gisteren eigenlijk al die voeding. Of was het nou vanochtend? Nou, ik weet niet meer. Ik ben nog niet helemaal wakker, dat blijkt. Dat heb ik vaak als ik slaap. Dan weet ik, vooral als het zo midden op de dag is, dan weet ik dus niet of iets wat 's ochtends vroeg gebeurd is, of dat de dag ervoor gebeurd is, of dezelfde dag. Maar dat komt omdat ik soms heel onregelmatig slaap. Ik val soms in slaap en dan word ik, met name als het wat langer nog licht is, dan word ik om 8:30 wakker. En dan weet ik dus niet of het 's ochtends 8:30 is, of 's avonds. Nee, verrip, dat heb ik lang geslapen. Dan heb ik maar 1 uur geslapen, maar dat weet ik dan niet, hè. Dus ja, maar het komt dat ik altijd eigenlijk een chronisch slaaptekort heb. Bijna altijd. En dan, ja, dan val je heel makkelijk in slaap ook, hè. En natuurlijk helpt de leeftijd ook wel mee met makkelijk in slaap vallen. Maar het is toch vooral dat ik weinig slaap, hoor. Ja. Maar afgelopen nacht heb ik wel goed geslapen. Lang en goed. Dus gisteren wat minder. Had ik nou nog meer? Ja, ik moet nog even bijkomen. Ik ben nog niet helemaal goed ontwaakt. En ik heb maar heel kort geslapen, hè. Ik denk dat ik wakker werd van de kat die liep te klooien. Die is gewoon een beetje wispelturig en vervelend en die loopt te drammen. En toen ging de telefoon, want ik voor mij stond ik al op om naar die kat toe te gaan. En toen ging de telefoon en toen dacht ik, verrip, zou dat van het werk zijn? Dus ja, zo ging dat ongeveer. Nou, ik begrijp dat... Ik zal hem pro forma even aan PA4DX geven. Van hem hoor ik de stem zo pas ook, volgens mij. Maar dat is alleen pro forma. Tenzij je wat over 3D-printers wil zeggen. Hè? Maar ik denk dat ik nu wel sneller een Prusa ga kopen. Nou, de ervaringen met dit bedrijf ineens deze richting genomen hebben. PA4DX, de dienst eronder. Nou begint Poes weer. Dus ik ga eens even kijken. Ik hoop niet dat hij veel winden gelaten heeft. Van PSS Echo.
Ja, QSL, John. Even over die naam. Is het nou Broesa met een B? Of Broesa met een P? Dat was ik wel benieuwd. Ik heb van de week even zitten kijken naar die dingen die jij zo fantastisch vindt. Maar ik dacht dat het Broesa was. Dus dat versta ik steeds. Maar waarschijnlijk een banaan in mijn oren. Dus ik kon niks vinden wat dat betreft. Dus is het Papa Romeo Uniform Sierra Alpha? Is dat de naam van het apparaat over? Ja, klopt. Ik ben bij Poes, maar ik weet niet wat Poes wil. Wat is de Poes? Poes wil waarschijnlijk eten. Nou ja, goed. Ik sta nu in de keuken, dus ik kan niet met mijn spreadsheet nou. Maar dit is Proeza met een P van papa. En volgens mij heet die meneer zo. Die woont in Tsjechië. En die heeft wel heel mooi. Die heeft die printer zelf gemaakt. En hij maakt ze ook, de printer, op dezelfde 3D-printer. Dus hij print ze. Volgens mij heeft hij 50 van die dingen staan in een grote hal. En die staan de hele dag op printers te printen. Dus ja, dat is ook wel komisch, hè. Maar die zijn behoorlijk goed. Er zijn wel andere merken die ook goed zijn, hoor. Je hebt van Xerox heb je tegenwoordig, die kunnen aluminium printen. Wat dacht je daarvan? Maar die zijn wel duur, hoor. Maar die maken dus zonder dat dat op superhoge temperaturen gaat, maken die aluminium vloeibaar. Volgens mij is het een soort hars met daarin aluminium korrels of zo. Maar op een of andere manier, ze willen dat wel chemisch doen, maar maken ze dat warm en dan komt dat aan elkaar te zitten. En dan heb je gewoon aluminium. Maar het naadje van de kous weet ik daar nog niet van. Het kan ook wel zijn dat het een patent is van hun. Maar, en die maken ook zelf die printers daarmee van Xerox. Maar bij die aluminium printer zit je volgens mij op €18.000 voor zo'n ding. Dus dat is niet bepaald voor thuisgebruik. Maar het is wel mooi dat het kan. Poesje krijgt zo. Je zit heel onrustig heen en weer te wiebelen. En het valt mee met de winderigheid nu. Hé, Poes? Ja, mooi, zeg. Wat is er? Ze lusten er eten niet. Die eetvoer. En katten die moeten elke 24 uur wat eten, anders krijgen ze een leververvetting. Tenminste, dat kan en dat kan dodelijk zijn. Dus je moet wel zorgen dat er wat ingaat. Dus ik had zondag met de firma Picnic een heel assortiment aan blikjes laten komen van allemaal verschillend voer. Om uit te proberen wat ze wel lusten. Want ik kreeg het er dus echt niet in, hè, dat eten van. Maar goed, door het al dat gevarieerde eten is ze toch wel aan de scheiterij geraakt. Ja. Ik heb met ruik een keer heb ik ergens ingestaan. En het was Poes die lag boven aan de trap bellen te blazen. Met de achterkant. Jawel. Goed. Proeza is dat. Nog even een jaar terug, Rob. Wat heb ik vandaag weer een last van een goed humeur. Ik kan het niet helpen. Ik zit er maar mee. PA4DX, die is daar onder. PS is Echo. Ja, 6 Echo en de dieselronde PA4DX. Nee, dat is het duidelijker, John. Ik zit alleen te kijken naar. Het zijn allemaal open printers, hè? Dus er zit geen kastje omheen. En dan ben je wel beperkt volgens mij in wat je print. Hè? Dus ABS, dat wordt al moeilijk, want dat wil niet met open deurtje zo. Maar wat je zegt, de Ultimator heb ook tegenwoordig een printer die kan metaal kan printen. Maar daar heb je allemaal speciaal spulletjes voor nodig. En het is ook niet heel goedkoper. Nee. Maar ik hoop dat het in de toekomst wel wat goedkoper wordt. Ik wil toch eens een keer inderdaad, als het betaalbaar wordt, toch iets in die richting. Hè? Dat lijkt me wel leuk als je inderdaad iets van aluminium kan fabriceren. En met 3D-printer kan je natuurlijk de meest mooie dingen creëren. Die je gewoon eigenlijk niet eens in de CNC-machine zou kunnen maken. Hè? Ja. Ja, dat je beesten geen ander voer moet geven, dat weet ik. Ik heb dan een hond. Als je ander voer gaat geven, dan krijg je hetzelfde effect. Hè? Dat wordt er nooit vrolijk van op een of andere manier. Maar ik vind het leuk dat jij het zo. Zo vertaald, zeg maar, wat ik hoor. Oké, nee, ik ga kijken, Proeza, en dan ga ik gewoon eens kijken wat het is, hè. Ja, ik heb natuurlijk een ding, maar gewoon voor een interessante geitje. Oké. Laat ik hem weer los, gaan we lekker verder en ik ga wel luisteren. En luister lekker mee. In ieder geval, succes met de kat en de winderigheid. Groetjes van PA4DX, bye. Ja, Roger, ik weet PE4SPG, dat is een beetje ingewikkelde call, maar die zit ook mee te luisteren nu op de chat. Maar die heeft een printer en daar zit dus ook een CNC-machine in waarmee je dingen kunt frezen. En een laserschrijver waarmee je kunt graveren in materiaal, heel, heel gedetailleerd. Dus dan kun je afbeeldingen erin graveren met een laser. En tegelijkertijd is het ook een 3D-printer. Dus dat soort dingen heb je tegenwoordig. Oh, je hebt ze ook voor banketbakkerswaren. Hè? Dan kun je marsepein printen. Dat is helemaal mooi.
Als iemand al jarig is, dan maak je een 3D-foto van het lievelingshuisdier. En dan kun je die levens echt bovenop de taart printen. En dan kun je nog een stukken snijden ook, hè. Ik weet mensen die hadden ooit een taart, was een baby geboren. Die kregen dus een taart met een bijna levensechte baby erop. En niemand durfde die taart aan te snijden. Er was niemand die dat wou doen. Goed, microfoon naar Frans. Voordat ik al te jolig word. Dit is Papa Alpha 6 Echo. De microfoon naar Fox Mike Juliet. Ah, ik vind het wel interessant, hè, met die 3D-printers. Zeker weten. Ja. Ja, ik zeg altijd, ik heb nu even een scanner. En ik heb een programma gevonden. Dat heet MeshLab. Ik weet niet of jou dat bekend is. MeshLab. Die kan mijn PLR-file alleen laden. Maar als je dan ziet wat je er allemaal mee kunt, daarover zeg ik niet goed van. Ik denk, nou, die gooiden me wel even om naar STL-files, maar dat is nog niet het geval, John. Ja, je hebt voor Linux heb je heel veel van die command-line omzetting-programmaatjes, hè. Die heb ik ook wel eens gebruikt om Word-bestanden naar PDF om te zetten of andersom. Dus misschien is er ook wel zoiets voor, hè. Dat zijn hele simpele dingen, maar dat is echt, Linux is er wat meer, toch meer hobbyisten ook, hè, omdat daar toch al veel mee geknutseld wordt. Er is iemand die haat goed humeur. Ja, daar zit je in goed. Oh, de wind waait door de kattenbak, ja. Even kijken hoor. Wat gebeurt er? Gebeurt er? Nou, ik zie van alles op het chatkanaal. Ik mag mijn bril ook wel eens schoonmaken. Hier is mijn database weer. Neem mijn Excel-bestand weer. Ja, nee, dat bestand, dat zegt me niet zoveel. Ja, ik wil toch een beetje voorzichtig dat ik niet... Ik ben nu toch maar gestopt met ik was een kattenhok aan het printen, hè, maar ik heb daar nog niet een derde van klaar. En daar is me wel die printer mee stuk gegaan, hè, dus dat was toch een beetje te intensief allemaal. Maar ik wil nu eigenlijk vooral doelgericht dingen gaan maken waar ik echt wat mee kan. Dus ja, ik denk dat ik er iets te rem op zet. Ik was ook wel erg enthousiast over dat ding. Hè. Ik heb er wel inmiddels bijna 2 rollen met filament doorheen gejaagd. Hè, die paar maanden. Dus dat zegt ook wel wat. Maar het is leuk. Het is in ieder geval een leuke techniek. En het is gigantisch leuk voor behuizingjes voor elektronica. Hè. En voor onderdelen van antennes waar ik hem eigenlijk voor gekocht heb. Dus deze printer die print filament wat niet 100% tegen UV kan. Dus voor antennes is het toch wat minder geschikt. Dan moet je er altijd een laagje overheen doen om te voorkomen dat er zonlicht bij komt. En dan gaat er wel weer met vulkaniserend tape of zo, maar toch. Er is ook filament wat gewoon direct in de zon kan halen. Ja, dus voor tijdelijk antennes is het wel goed. Want ik bedoel, van een kwartiertje zonlicht zal het niet stuk gaan, hè. Jawel. Dan ben ik even de tel kwijt wie hem nou zou moeten hebben. Ik begreep dat Jeroen in Brunsum en PR3 Delta Mike Yankee alleen voor de lijst waren. Mocht je toch wat willen zeggen, dan kan het uiteraard. En mocht ik het verkeerd begrepen hebben ook. Microfoon naar PVO weer. Tenzij je die ook niet wil, want dan slaat je gewoon over. Hè. Maar toch even. PR3 PVO, die is daaronder. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Ja, PA6E met de ronde, PD3, PVO, retour. Ja, nee, John, ik luister gewoon even lekker mee. Hè. En wat je net zei, 14 Charlie, dat ga ik straks even proberen, vind ik leuk. Ik ga zo meteen even na de ronde lekker slapen. Dan word ik meestal rond een uur of 2, kwart over 2 ben ik wakker. En dan ga ik eens even kijken. Ja. Dus dat ga ik zo meteen even doen. Maar voor de rest vind ik het verhaal van de printer, vind ik wel leuk. Ik denk dat ik toch stiekem eens even daarna ga kijken. Vind ik ook wel interessant. Ik krijg wel eens wat leuke filmpjes en dingetjes van een amateur die ook op DMR zit. Hij zit hier ook wel eens een enkele keer. Maar die is ook heel erg actief met 3D printer. Ja. Dus dat is wel leuk, John. Goed, nou. Voor de rest niet veel. Ik ben toch blij dat ik je even wakker gebeld heb.
PR6E met de ronde PD3 PVO over. Ja, Rosse, ja, ik heb nog niet heel veel zelf geknutseld, zeg maar. Ik heb gewoon een aantal ontwerpen van internet gehaald. En er zijn toch al toch zat amateurdingen zijn er ook te vinden. Het was soms echt heel leuke dingen. Ook de, hoe heet het, de wifi-antennes. Noem het maar op. Dingen om jagies mee te maken. Isolatoren voor diepel-antennes voor de korte golf. Nou, noem het maar op. Een statief voor een ontvangertje wat ik heb. Als je kijkt naar Robert, die maakt die ontwerp zelf ook dingen. Dus hij had een ladekast voor onderdelen gekocht en daar bleken dus de tussenschotjes niet meer te maken, gemaakt te worden. En misschien waren die, nou begint Poes alweer, maar die tussenschotjes waren misschien sowieso nooit gemaakt. In ieder geval had hij zo'n ladebakje waarvan die schotjes in konden. Dan heeft hij zelf een ontwerp gemaakt. En ik geloof dat hij 20 of zo van die tussenschotjes tegelijkertijd printte. En dan, daar kun je er veel meer onderdelen in kwijt. Dus, ik kan mezelf niet verstaan vanwege het gemiauw. Dus ik ga wel eens even kijken wat er nu weer aan de hand is. Dus ik heb dat arme beest te eten gegeven en nou is het nog niet goed. Au, hoor ik al. Aan de andere kant van de deur. Grote genade. Microfoon naar jou, Peter. PD1 HPB. En dan ga ik eens even kijken of je die kat kan scheren. En ik blijf wel luisteren hoor. De dienstenronde van PSS Echo. Oh, de kat scheren. Nou, dat zal je niet zo grappig vinden. Hè? Maar oké. Ja. Ja, je weet wat, hè. Dus... Ja, dat is wel leuk hoor, een 3D printer. Ik heb het zelf ook niet. Maar ik kan wel leuke dingen maken, hè. Ik heb wel leuke dingen gezien hoor. Ja, en er is natuurlijk een heleboel te vinden op internet, hè. Ja, als je wat zoekt en denk van nou, ik wil dat even hebben, maar een heleboel scriptjes die staan gewoon op internet om dat te doen, hè. Invoeren en lekker printen. Ja, niet alleen voor antennes, maar... Ja, de gekste dingen staan erop, hè. En zeker voor onze hobby staan er ook zo dingen op. Ja, kastjes, dingetjes, standaardjes, beugeltjes, nou, noem het. Ja, de gekste dingen kun je niet bedenken, maar... er is wel een ontwerpje voor John over. Ja, Roger, alleen zelf zie ik het meeste in behuizingjes maken. Omdat als je wat zelf bouwt, en dat doe ik wel eens, dan is het vaak zo dat of je koopt van tevoren een behuizing en dan past het er niet in. Of je koopt achteraf een behuizing en dan kun je niet eentje krijgen die zo klein is dat hij er precies in past. Dus dan zit dat ding in een veel te grote kast. En nu kun je het ontwerp gewoon, als je een behuizingetje van internet haalt, dan kun je het ontwerp heel gemakkelijk aanpassen. En tegelijkertijd is het zo dat je kunt op de computer de gaten er al in maken. Dus hoef je niet te boren. Dat heb ik ook, vind ik ook altijd een takkenwerk. Dus bij mij zit heel veel niet in behuizingen om die reden. En ja, bij dat goedkope printertje wat ik heb gaat dat niet. Maar als je hem wat duurder hebt, dan kun je ook geleidend filament gebruiken. Wat dus ook afscherming biedt en zo. Hè. Dus dat is ook nog mogelijk. Maar dat is heel flexibel. Stel dat je een apparaatje maakt en je denkt later van nou, ik ga het toch maar uitbreiden. Ach ja, dan heb je ook zo weer een nieuw behuizingje geprint, hè, waar die dan in past. Dus en het kost nauwelijks wat, dat printen. Dus dat is ook nog zo. Want ik bedoel, een rolfilament van een kilo, nou, dat doe ik echt, ik weet niet hoe lang mee. En dat kost €22, hè. Dat is wel maar één kleur. Dus als je meer kleuren wil printen, moet je meer rollen kopen. Je kunt ook wel assortimenten kopen trouwens, met kleinere hoeveelheden. Hè. Maar ja, ik heb maar 2 rollen filamenten. Dat is zwart en de andere is wit. Het zwart dat kan beter tegen UV en het wit is mooier. Dat is ongeveer de gedachtegang. Maar je kunt er inderdaad heel veel mee. En het is echt heel stevig, hè. Want ik heb heel veel van die ontwerpen, een paar heb ik geprobeerd. Daar heb ik met mijn volle gewicht op gaan staan. Dan doe ik mijn hak voor mijn schoenen. En ik krijg het niet kapot, hè. Zo sterk is het. En het is niet bij alle ontwerpen zo. Er zijn wel dingen die je makkelijk stuk krijgt. Maar een paar dingen die vrij massief zijn. Die gaan ook echt niet stuk, hè. Dat is gewoon zo sterk.
Dus ja, dat is wel mooi. En het kost dus niet veel. En ja, het enige is, het kost wel een paar uur. Vooral als het misgaat is dat zuur. Hè? Ik heb een paar keer gehad, er stond het ding de hele dag te printen. En toen ging hij net in de laatste 10 minuten of zo ging het mis. Eén keer ook door mijn eigen schuld. Ik wat wilde uitproberen. Nou, toen kon hij opnieuw beginnen. Maar ja, het zijn de kosten niet, hè. Dus ja. Maar ja, ik wil een duurder hebben, omdat ik dan ook andere soorten filamenten. En ik wil nog, met mijn zus samen wil ik nog wat mode-achtige dingen gaan maken. Je kunt bijvoorbeeld ook, Robert die heeft een radiobestuurde auto ermee geprint. En ook de rubberbanden van rubber printen. En zo kun je dus ook schoenen printen en de zolen van rubber. En die zijn behoorlijk slijtvast. Met name sportschoenen, dat gebeurt al een hele tijd. Maar tegenwoordig ook andere ontwerpen. Ik pak hem even terug. Vooral de laatste 2,5 jaar worden er ook stoffen gemaakt op een 3D-printer. En dat is ook op zich wel leuk als je dat ziet. Het is nog wel zo dat het ademt niet zoals de meeste textielstoffen, maar het is wel te dragen. En de grap is, dat zie je dus van die meiden aan de Amerikaanse modeacademie, zie je dat uitleggen in New York. En ze naaien dat niet aan elkaar, maar ze gebruiken daarvoor een soldeerbout. Zoals wij dat ook gebruiken om elektronica te solderen. Er zit daar geen tin aan. Maar met de temperatuur van die bout solderen ze dan de naden van hun ontwerpen, van hun kledingontwerpen aan elkaar. Dus waar ze anders dat zouden naaien, doen ze dat nu met de soldeerbout. Hè. Dus dat vind ik ook wel bijzonder. Maar daar wil ik ook wat mee gaan experimenteren. En voor dat soort dingen heb je wel een andere nodig dan wat ik nu heb. Want die ik nu heb, daar past maar één soort filament in. Dus daar kun je dat soort dingen niet mee. Ik stap weer even naar de kamer toe. Nou, kat is tevreden. Die heb ik een heleboel, hele grote hoeveelheid eten gegeven. Dus ik ben zeer bevreesd. Straks als ik mijn kamer weer uitkom naar de ruimte waar het beest zit. En straks ligt ze weer boven de trap. Dat is niet onwaarschijnlijk met de hoeveelheid voer die ik nu gegeven. Maar ze is wel stil. Dus dat is wel een voordeel. Ik ga niet zo heel lang maken, want ik moet zo nog een vertaling doen. En dan wil ik ook weer niet van 9:15 mee beginnen, anders dan loopt dat te veel uit. Dus ik geef de microfoon weer aan de volgende die aan de beurt was. Ja, het zijn er niet veel. PD4, Fox, Mike, Juliet. Die is daaronder, van PSS Echo. Ja, dankjewel, John. Ja, je hebt wat echt die printer. Ja, dat is echt wel een leuke hobby. En wat ik dus ook erg fijn vind, is dat het plastic, het PLA, langzaam weer biologisch afbreekbaar is. Hè? Dus je bent ook nog milieuvriendelijk bezig. En dat vind ik ook wel een fijn iets. Want je bent toch een hoop plastic. En normaal is het plastic, dat vergaat niet. Maar ze hebben mij gezegd, dus dat PLA gebeuren, dat vergaat gewoon, hè, na een tijd. Dat zal wel heel lang duren, maar goed, het vergaat in ieder geval voor vandaag. Ja, voor de rest nog naast te gaan zoeken naar iets. Ja, ik zeg al, dat meshlab, dat is best mooi. Maar als je daar aan begint, dan heb je een cursus nodig volgens mij, hè. Ja. Nou, verder zit ik ook een beetje hees in mijn keel, dus ik laat wel de mic wel los, dus ik geef de mic weer even retour. Ja, Rotsje. Ja, het is wel afbreekbaar, maar ik moet wel bijvertellen dat dat alleen onder zeer specifieke omstandigheden is. Maar bijvoorbeeld de afbreekbare vuilniszakken die je kunt kopen, die volgens mij niet super sterk zijn, heb ik wel eens gehoord. Maar in ieder geval, die vuilniszakken zijn van ditzelfde materiaal. Het is een melkzuurpolymeer, om het zo te zeggen. Het wordt gemaakt door stoffen vaak te gebruiken die ook wel als menselijk eten of als veevoer gebruikt worden. En daar voegen ze dan suikers aan toe, want dat laten ze fermenteren op dezelfde manier als dat ze tofu maken. Maar dan net op een andere manier, ik denk met andere bacteriën of zo, dan moet je toch niet vergissen, zeg maar. Straks dan denk je dat je een bak tofu koopt en dan blijkt dat het filamenten zijn, hè? Het is PLA-filament. Maar in ieder geval, vergelijkbaar met hoe ze tofu maken of yoghurt. Dat geldt niet voor alle filamenten, maar wel voor deze inderdaad. En het is een melkzuurpolymeer, maar het is uitermate sterk. Het kan niet super goed tegen temperatuur, maar het is bij de meeste normale temperaturen keihard. En ik vind het tamelijk ideaal, maar
Het, je moet niet, kijk, als je zegt van dit is goed voor het milieu. Kijk, als je niet print, dan is het echt goed voor het milieu. Hè? Dat is net als met groene stroom of met een bos aanleggen als je gaat vliegen. Het is pas echt goed als je een bos aanlegt en je gaat niet vliegen. Hè? Niet dat je als je gaat vliegen een stuk bos aan laat leggen. Of zeg van nou, er is een stuk bos voor mij gereserveerd zodat ik ga vliegen. En dan wordt dan dat stuk bos daarvoor vastgelegd. Dat je kan beter niet gaan vliegen dan. Hè? Dat is nog het allerschoonste. Maar het is beter dan dat het troep is. Dat is wel duidelijk. Maar nou ja, ik vind het een wonderlijk. Ik had nooit van tevoren gedacht dat het zo stevig en zo goed zou zijn. Hè? Dan heb ik nog een printertje wat 7 tientjes gekost heeft. Dus echt ook helemaal niks. En daar heb ik een hoop lol mee gehad hoor. Maar ja, een fatsoenlijke. Dit is een beetje een speelgoed. Nou, echt helemaal speelgoed is het niet, want daar is hij te goed voor. Maar dit ding wordt ook geadverteerd voor kinderen om mee te beginnen. Hè? Vanaf 7 jaar of vanaf 9 jaar, dat weet ik niet. Moet dan wel onder begeleiding, want die extruder die erop zit, die wordt wel 230 graden. Dus dan moet je er niet met je vingers aan komen. En dat is ook een beetje mijn vrees met de kat, dat die er niet bij moet komen. Hè? Maar die heeft een heilig ontzag voor het ding tot nog toe. Het beweegt en het puft en het doet. Nou, dat kan nooit veilig zijn, hè. Goed, Peter PVO wil hem niet. Dus die geef ik nog één keer naar PD1 HPB. En dan, ja, ik denk dat ik dan de ronde afsluit. Want met twee deelnemers, dan ben je snel uitgepraat, denk ik. En ik wil toch, ja, 9:45 lukt misschien niet helemaal. Maar ik wil toch zo aan het vertalen gaan, hè. PD1 HPB, die is daaronder. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Ja, oké, hè. Nou, dan heb je nog 7 minuten, John. Ja, dan kun je nog 7 minuten voortkletsen. Ja, minder minuten die ik er dan weer aan toevoeg. Ja, nu alweer 6 minuten. Nou, ga ik ook niet langer ophouden, John. Nou, ik wil natuurlijk niet dat ik te veel kwets dat je mij de schuld kan geven dat je de vertaling niet gered hebt. Dat wil ik natuurlijk niet op mijn geweten hebben, over. Ja, ik ga die vertaling wel afmaken, maar dan kom ik later op bed, dus dat is een beetje het probleem. Maar ik moet, voordat ik ga beginnen, moet ik de computer nog wat dingen klaarzetten, de woordenboeken allemaal opstarten, en zodat ik verder kan. En nog wat administratie, voordat ik zit een hele papierwinkel al vast aan zo'n vertaling ook weer. En ik wil natuurlijk nog koffie hebben, en mijn kopje moet afgewassen. Dus ja, het zal wel 10 uur worden voordat ik begin. Maar het is, ik weet niet hoeveel het is. Het is volgens mij een uurtje of zo. Dus dat valt ook wel mee. Maar ze moeten het morgenochtend om 8 uur hebben. En het is zo slordig als ik me dan verslaap. Dat gebeurt niet zo gauw 's ochtends. Maar het is wel eens voorgekomen. Goed. Ja, nogmaals. Ik kan iedereen aanbevelen om aan het fenomeen 3D-printer te ruiken in ieder geval. Ga eens bij een amateur kijken die het heeft. Of koop zo'n printertje van momenteel kost het €100. En daar kun je echt wel heel leuke dingen mee doen. Het is niet als een grote. Het kost wat meer moeite allemaal. Moet er wat voorzichtiger mee zijn. Maar het is een ding wat gewoon goed bruikbaar is. En je kunt er van alles mee printen. Het is wat te klein om een grote koffiemok te printen. Want het ding kan maximaal 15 bij 15 bij 15 centimeter. Dat lukt net niet helemaal. Maar een hoop andere dingen kun je er echt mee maken. Hè? Ik heb hele leuke standbeeldjes gemaakt van katten. Volgens mij is dat ontwerp is een scan van een echte kat waarschijnlijk. Zo gedetailleerd is die. En ik had hem eerst heel klein geprint, want ik wist toen nog niet hoe je dat groter kon doen. Toen had ik een grotere geprint en toen kwam ik erachter dat het nog groter kon. En verdikke me. Daarna was hij met die grootste was hij aan het printen. Toen kwam ik erachter dat het nog groter kon. Dus ik heb er nu 4 in verschillende afmetingen. Maar het is mooi. Het staat in mijn vitrinekast bij de seinsleutels. Groeten allemaal. Bedankt dat jullie er waren. En Peter PVO, bedankt voor het wakker schudden. Peter HPB, leuk dat je er was. En iedereen die meeluistert, hartstikke bedankt. Ook op de chat. Er zit ook een heleboel gepeupel. Dat moet ik er ook even bij zetten. Even kijken hoor. John, kijk uit dat ze... Die, hè? Oh. Hè? Nou, dat snap ik niet. Maar het zal misschien zijn dat ik nog niet zo lang wakker ben. Goed. Nee, maar zonder gekheid. Groeten allemaal. Papa Alpha 6 Echo. En ik sluit hier met de dienstronde af. Nou, oké, John. Nou, in ieder geval bedankt voor het leiden van de dienstronde.
En ja, nou ja, je hebt één voordeel. Je begint uitgeslapen aan je vertalingen. Ja, dus je kan niet lopen knikkenbollen. Want je bent helemaal uitgeslapen, dus dat moet je in een uurtje wel voor elkaar krijgen. Ja, zonder in slaap te vallen. Ja. Oké, hey John, ga je weer spreken. PA6 Echo voor PD1 APB. Yo, de groeten. En iedereen die luistert, en nou ja, dat had ik al gezegd. Ik ga er vandoor. Ja, nee, ik heb geslapen, maar dat wilde niet zeggen dat ik uitgeslapen ben. Want dat had ik nog niet gezegd. Nee, ik werd gestoord in mijn slaap. Het was de kat, het was niet PVO. Maar ik werd wel gestoord in mijn slaap. Nee, maar het helpt wel. Groeten allemaal. PSS Echo. Ja, die kat zal waarschijnlijk ook gedacht hebben. Het is de hoogste tijd. Normaal loop je altijd om 8:30 te kletsen op die start. En nou leg je nog steeds met de luiken dicht. Dus die dacht ook van, nou, laten we maar eens even waarschuwen. Dus, oké. Hey, groeten John. Ga je spreken. Apoes heeft een paar dagen weinig gegeten. En ik denk dat ze er met een inhaalslag bezig is. Ik vrees het ergste, zoals gezegd. Groeten allemaal. Peter is Echo. Hier nog even Rob, PFIDX. Ik heb een coax-kabel klimmen geprint ooit. En die hangen al 5 jaar lang buiten in de zon. Hè, en die zijn nog steeds helemaal perfect, joh. Maar dat is ABS, weliswaar. Maar dat is dus gewoon goed tegen buiten bestand. Hè. Dus mocht je het ooit iets willen printen voor een antenne of zo, kan je dat rustig gebruiken over. En in mijn huidige printer kan alleen PLA printen. En dat is niet ongevoelig voor UV. Het zwarte, dat kan er wel vrij goed tegen, maar je moet het niet jaren buiten hangen. Je kunt het wel gebruiken voor, als je iets voor de velddag gebruikt, hè, dat het dan 2-3 dagen buiten hangt, dat gaat wel goed. Maar het loopt wel snel terug. En zeker als het altijd in weer en wind houdt. Het kan ook niet heel goed tegen vocht. En het is enigszins poreus, dus als er vocht intrekt en het gaat vriezen, dan verzwakt het ook, hè? Ja, kun je zeggen, ja, vandaar mijn keuze ook voor ABS, als ik iets gemaakt voor buiten. Ja, dus daarom. Maar inderdaad, dan heb je ook een ander soort printer nodig en dat kan niet zo in de buitenlucht geprint worden. Dan heb je een soort kastje nodig waar je imprint, hè? Maar dat heeft mijn ding nog eenmaal. Oké. Maar dat even ter info. Dus dat werkt gewoon. Mijn ervaring is dat het prima werkt. En moet ik zeggen, het hangt al 5 jaar buiten en het is niet te onderscheiden van als ik een nieuwe print over. Ja, nou wat goed werkt. Ik gebruik heel vaak vulkaniserend tape overal voor. Hè. Ik gebruik dat ook waar iemand anders krimpkous gebruikt, dan gebruik ik dat spul. En ja, dat is goed waterdicht en lichtdicht. Dus ja, als dat bij de toepassing van het wat je geprint hebt mogelijk is, dan kun je het op die manier gebruiken. Ja, dan blijft het ook wel goed, hè. En als er een klein stukje belicht is, dan zal dat ook niet zoveel uitmaken. Maar misschien vriest het wel stuk, hè. Dat kan natuurlijk wel. Maar ik heb laatst een heel bakje vol met boutjes en moertjes geprint. Want het is nog sterk genoeg ook om, ja, het is niet super sterk, maar het is wel handig als je wat moet vastschroeven. En het moet niet geleidend zijn. Dat soort boutjes die zijn toch niet heel makkelijk te krijgen. Dus ik heb allemaal M4 boutjes in een bakje liggen. Nou, ook weer niet super veel, maar een stuk of 20 of zo. Voor het geval ik ze nodig heb, hè. Ach ja, het is zo geprint. Dat is dan wel weer leuk, hè. Oké, de groeten. PSS Echo. Nou, kun je zelfs wel. Taalfilters zijn ook wel leuk om te printen. Dat werkt ook nog. Groetjes en veel succes. Tot volgende week. Bye bye. Yo, groeten. Zo lang voor het leiden van de ronde. De ronde en je hoeft niet retour te komen. PD3 PVO. Hoi.